19 augustus begint sail. 1 keer per 5 jaar staat Amsterdam op zijn kop om op een gegeven moment allerlei zeilboten te zien. En allerlei ondernemers zijn nu bezig om daar plannen voor te maken. Ik sta hier op de Jan Scheferbrug, die door Pakhuis de Zwijger doorheen gaat. En die hele brug die gaat weg. Die brug wordt gewoon weggehaald. En wat gaat een ondernemer daar doen? Natuurlijk een restaurant bouwen. In dit gedeelte van de brug dat overblijft, komt een restaurant met 400 zitplaatsen, 5 dagen tijdens sail. Nou, dan ga ik even vragen hoe je dat doet. Chico, waarom heb je nou zo'n idioot idee om op een brug een restaurant te bouwen? Ja, dit is de beste plek van heel sail. Hier komen al die mensen langs, hier komen de schepen langs. Die komen daar van Centraal Station, komen die daar in de verte Centraal Station? Uit IJmuiden komen die helemaal hierheen gevaren. Ja. En die komen hier langs, daarom moet die brug eruit. En die landen hier in deze haven. En die komen hier allemaal aan. Ja, dus die brug die gaat hier gewoon, die 3 stukken gaan hier weg. En hier, dit is het hart van sail hier achter mij. Ja, en als je dus op die brug ziet, dan heb je dus een geweldig uitzicht. Wat is dit eigenlijk hier achter, wat ik hier achter me zie? Wat is dit voor terrein? Wat gebeurt daar? Hier komt een groot podium. Tegen de microfoon. Oh, ja. Hier komt een groot podium met fantastische artiesten. Ja. Hier komt een groot reuzenrad. Een reuzenrad, oké. Okay. Net zoals de London Eye. Leuk, ja. En er komen allemaal fantastische food courts en food trucks. Dus dat is een fantastische plek hier. Oké, en waarom? Hoe ga je nou hier een restaurant bouwen? Want we hebben hier het fietspad. Dan hebben we hier overheen hebben we een... Even kijken. Dan kun je op die brug klimmen en dan heb je hier gewoon een weg. Hoe kun je nou hier een restaurant bouwen? Hoe moet je dat nou doen? Hier op de straat, ja? Bouwen we een vloer, die is helemaal gelijk. En daarop een tent. En daar in die tent, restaurant, met een keuken, L'Invité. Gaat hier koken. Ja, want L'Invité is zijn gewone in de Bloemgracht in Amsterdam. Is een ontzettend lekker restaurant. En hier in de Java-eiland heb je er ook eentje, hè? Hoe heet die ook alweer? De Gastrobar. Ja, en jij gaat dus nu 5 dagen, voor 5 dagen sail, ga jij een heel restaurant bouwen. Wij verplaatsen L'Invité, le restaurant van de Bloemgracht, plaatsen wij voor 5 dagen hier op de brug. Met 5 keer zoveel zitplaatsen en zo. Okay. Iets groter. Maar omdat het de beste plek is van heel sail. Het is inderdaad, als je kijkt van hoe je hier het uitzicht hebt. En als die brug weg is, dan zie je al die schepen gewoon ontzettend voor je komen. Ja, waanzinnig. Oké, en dit bouw je dus even voor 5 dagen. De gemeente moet nog wel een goed idee vinden. Ja. Oké, maar en je doet samen met sail, dus het ding. En dan kunnen mensen hier dus gewoon eten en kijken en plaatsen en allemaal. Hier kunnen mensen heerlijk borrelen. Champagne, lekker oestertje. Hey, wacht hier, ja. Hier kunnen mensen lekker borrelen met champagne en met een oestertje, ja. Lekker glaasje. En dan zien ze al die schepen hier voorbij gaan. Hier, dat is... Ja. Ja, eigenlijk van deze kant dus, hè? Van deze kant. Hier komen dus die 200, zo'n tent met een dingen, ja. Hier komt een fantastisch fit terras. Hier kun je zitten in een prachtig restaurant, ja. Heerlijk gedekte tafels, fantastisch menu, lekkere wijnen, alles erbij. Okay. Hier zit je helemaal als de koning van sail. Oké, de doelgroep is bedrijven vooral, die allemaal hier, want overal is alles uitverkocht. Hè? Dus alle schepen zijn al uitverkocht. Het is echt gewoon, het is een enorm, in sponsoringland zoomt het aan alle kanten. Er gaan hier 2,5 miljoen mensen komen. Dat is het grootste evenement van Nederland. Ja, nou ja, het is ongelooflijk. 1 keer in de 5 jaar. En alles is al uitverkocht en jij gaat er even een restaurant neerzetten. Wanneer weet je of het gaat lukken? Ja, dat is een goede vraag. De gemeente moet alleen nog ja zeggen. De gemeente moet ja zeggen. We hebben samen met sail het plan nu ingediend. Afgelopen vrijdag, 15 mei, is het plan ingediend. En we hebben alleen een stempeltje nodig van de gemeente. Alleen een stempeltje van de gemeente. Kom op gemeente, goed idee. Bruggetje, restaurant. Echt een leuk idee. Oké, 5 augustus. 19 augustus. 19 augustus. 5 dagen lang. 23 augustus, woensdag tot en met zondag. Woensdag 19 augustus is sail in. Gaat de NOS hier filmen. Mm-hmm.
hele dag. In jouw restaurant? In het restaurant. Ja. Hier waarschijnlijk op het feedback, als het lekker weer is. En En 23. En 23 dicht, is sail-out. Afbreken. En dan komen ze ook fantastisch, want dan komen alle schepen die varen weer langs. Die gaan allemaal weer heerlijk richting terug. Oké, dus dit is één voorbeeld van ondernemerschap tijdens sail. Ik ga er zelf verhalen houden over innovatie in de scheepvaartbusiness. Want ja, wat er gebeurd is met zeilen tussen 1500 en eigenlijk gewoon nu met de grote rail, de grote races over de hele oceaan met zeilschepen. Ja, qua technologie is dat gewoon een droom. Dus er gaat heel veel gebeuren tijdens sail. Dus zorg maar dat je terugkomt van vakantie. 2,5 miljoen mensen zullen er zijn. Heel veel succes, Sico. Gaan we doen.